Factory Facts. Het is donderdag 4 maart. Welkom bij een nieuwe editie van de Factory Facts. Vandaag feliciteren we Metallica-bassist Jason Newsted met zijn 36e verjaardag. Chris Rea wordt 48 en ook Ron Moss alias Rich uit de Bolt in de buurt vorig jaar. Hij wordt 47. Facts over Oasis, The Artist en Blur, maar we beginnen met Bluff. Want Pascal Jacobsen, de zanger van de band, heeft zijn voet gebroken. Dit gebeurde terwijl hij aan het verhuizen was op de enige vrije dag van de band. Ondanks de gipsvoet van de zanger gaan alle optredens van Bluff gewoon door. Pascal zal alleen zittend zingen en spelen. Overigens is de band druk bezig met de afronding van hun nieuwe album. De CD gaat boven heten en komt op 29 maart uit. Tony McCarroll heeft een deal gesloten met zijn voormalige band Oasis. De ex-drummer is akkoord gegaan met een schadevergoeding van 1,8 miljoen gulden, oftewel ruim 800.000 euro. Voorwaarde is wel dat hij in de toekomst geen royalties meer claimt. Tony spande een rechtszaak aan en eiste 60 miljoen gulden van Oasis omdat hij ten onrechte ontslagen zou zijn. Verder vond hij dat hij veel royalties misliep en McCarroll werd 3 jaar geleden uit de band gezet omdat hij te weinig muzikaal talent zou hebben. The Artist heeft een rechtszaak aangespannen tegen diverse internetsites. Hij doet dit wegens het aanbieden van illegale muziek en het plaatsen van zijn foto en naam zonder toestemming. Eén zaak loopt in het bijzonder tegen een online fanclubblad. Het magazine zou onherstelbare schade hebben veroorzaakt door het illegaal gebruik van fotomateriaal van The Artist. Hij probeert nu een dwangbevel te krijgen om de website van het internet te laten verwijderen. Verder heeft The Artist een proces aangespannen tegen diverse andere websites om ook die van het internet te laten verwijderen. De zanger klaagt de sites naast het illegaal plaatsen van foto's ook aan op grond van het verkopen van illegale kopieën en het aanbieden van de mogelijkheid om illegaal muziekfragmenten te downloaden. We besluiten deze editie van de Factory Facts met het bericht dat het Amerikaanse leger een nummer van Blur wil gebruiken bij de presentatie van een nieuwe bommenwerper. Het gaat om het nummer Song 2, maar de band heeft al laten weten, ondanks de enorme financiële vergoeding, niet eens willen meewerken. Volgens ingewijden zijn alle bandleden van Blur pacifist en hebben ze bovendien het geld niet nodig. Overigens kun je op 18 maart vanaf 9 uur in Budget On Air kijken naar een special van deze band. Dit waren ze weer, de Factory Facts van donderdag 4 maart. Je kunt ze nalezen op Team FTX pagina 101 of op onze cybersite. Graag tot later. Factory Facts. TMF Extra.